Goeiedag, ik ben Loïc. We gaan vandaag een oosters gerechtje maken. We gaan een zalm tartaar maken en een zalm gebakken op het vuil, dat mooi krokant is. Dus we gaan beginnen met de zalm. Dus we hebben een schoon stukje zalm. Daar gaan we een tartaar van maken. Dus een mooi zalmmootje, volassen. Die gaan we aan de kant houden. De rest van de zalm gaan we ontvellen. Dus voilà, we hebben het vuil eraf gehaald en we gaan nu de tartaar snijden. Ik snijd daar een grove julienne van, dus julienne zijn reepjes. Dat moet niet te dun zijn. Voilà. Voilà. Dat mag hier al blijven staan even. Ondertussen gaan we een voorbereiding doen van onze vinaigrette of onze marinade. Daarvoor gaan we eerst een karamel lanceren. Dus potje pakken, stel op vuur, suiker direct erin, 3 eetlepels. En dan gaan we straks blussen als die een karamel is met Japans rijstazijn en een klein beetje chardonnayazijn. Ondertussen gaan we een paar komkommertjes, dus we hebben kleine komkommertjes, grote komkommers zijn even goed. De topjes eraf snijden. Voilà. Dus je snijdt die gewoon, je komkommer in 4. En dan met het middenste van je mes gewoon, hup, en dat is weg. Met de andere komkommer, die gaan we in fijne plakjes snijden. En die gaan we ook marineren. Daar laat ik wel de zaadlijsten bij. En dus met de rest, daar gaan we iets speciaals mee doen. Even kijken op de karamel, of dat in orde is. Ja, voilà. Die is wat vloeibaar aan het worden. Zeker niet in roeren, dat gaat alleen het proces storen. Dus je laat dat gewoon zo opstaan. We gaan de komkommers branden. En brand je die aan. Onze karamel die is dus in een mooie karamelkleur. En nu gaan we iets heel gevaarlijk doen. We gaan die blussen. Voilà, de chardonnayazijn. En wat gaat dat doen? Dat gaat eigenlijk een zoet-zure toets geven aan uw gerecht. Voilà, we hebben nu 3 gedaan. Dat pakt even tijd, maar dat moet niet. Maar dat geeft wel een meerwaarde aan die komkommer. De marinade gaan we gewoon laten afkoelen. De reepjes komkommer gaan we ook aan de kant zetten. Daar gaan we een andere marinade voor maken. We gaan een nieuw pannetje opzetten. En daar gaan we een Aziatische bouillon in maken. Een beetje kippenbouillon. We gaan de steeltjes van de koriander gebruiken. Zo. En dan mag je daarin. Oeps. Citroengras. En die daar eigenlijk met de achterkant van je mes op slagen. Maar citroengras geeft alleen smaak als die gekneusd is. En dan snijden we dat in stukjes. Maak bij in de bouillon gember. Gewoon up, die buitenste schil eraf. Ruwe blokjes. Voilà. Sojasaus, ook typisch Aziatisch. Super lekker. Ja. Sojasaus is op zich al heerlijk. Pak een stukje knoflook. In plaats van op de pellen doen. Voilà. Snijd daar een koppel radijzen af. Hup. Super lekker. We gaan gewoon dat topje eraf halen. En dat gaan we ook marineren. We gaan dat in een kommetje zetten. Hup. En de andere die gaan we gewoon in hele fijne plekjes snijden. Voilà, we zetten dat daarbij. Zo. Die marinade hier is klaar. We gaan die over de gebrande komkommers en de radijsjes doen. Moet daar een beetje bij. Radijzen vanzelfde. En door die marinade gaan die glazig, een beetje roodachtig roos worden. Dat is ook wel schoon. Onze andere komkommertjes die gaan we met een andere, een lichte marinade doen. Dus een klein beetje olijfolie mag erbij. Een beetje zout, dat die hun water afgeven. Een beetje mirin, niet te veel. Japanse kookwijn. Terug sushi-azijn en een klein beetje chardonnay. Ik vind dat ongelooflijk lekker azijn. Voilà. Oké. Nu, we gaan voort met de tartaar. Wat hebben we daarvoor nodig? Zure room hebben we daarvoor nodig. Fijn versnipperde bieslook. Fijn versnipperde koriander. Shallotje, ook heel fijn gesnipperd. Hopla, shallotje. Limoen, sap en limoenzeste of kefirlimoen. We gaan beginnen met de shallot. We gaan dat kopje eraf snijden, kontje eraf snijden in 2. Het vel eraf, voilà. De kontjes en de overschotjes, smijt dat in mijn bouillon, dat heeft smaak, dat is goed. Voilà. We gaan onze zalm daarin doen. Er zit daar een beetje shallotten bij, niet te veel. Een goede koffielepel versnipperde shallot, dat is meer dan genoeg.
gaan er direct bij doen limoensap en een zesde van de kefir. Voilà, van een halve kefir is meer dan genoeg. Ik pak een beetje bieslook. Voilà, doe daar ook bij. Koriander van hetzelfde. Voilà, dat is een losse tartaar. Maar dat blijft niet zitten. Zuur, dat gaat zo die binding geven. Voilà. Dan heb ik daar nog geen zout bij gedaan. En dan smaakt dat zo een beetje flitsen. Dat is klaar. Nu gaan we onze zalmmoot die gaan we bakken. Je pakt dat zo een beetje vast. Je knijpt daar een beetje in. Snijd dat zo een beetje in. Zo. En nu gaan we de zalm kruiden. Een beetje zout. En je moet dat er goed in wrijven. We gaan er ook een klein beetje olijfolie op doen. Dat dat niet aanplakt. En je draagt dat een beetje open. Ondertussen dat de pan verwarmt, gaan we een beetje linten uitsnijden. Voilà. Je ziet, de pan is kei warm, maar echt. Dat is goed richting. Duwt daar een beetje tegen, anders gaat dat wel krullen. Pak een bordje, pak je een tartaar. Wat we gaan doen, we gaan die radijsjes dus even droog deppen. En dat wordt dan een hele soep. Hetzelfde met de komkommer. Je zet het daar een beetje tof op. Kies dat, hè. Een ravijsje daarnaast. Nu gaan we zo in met de zaadlijsten. Proberen te vermijden. En zo een mooie pakken. De rolletjes, dat is mooi. Daar een rolletje bij onze zalm. Voilà. Klein beetje rasp van kefirlimoen. De lenteuitjes. En een bouillon, niet vergeten. Die gaan we apart serveren. Een beetje rustig. Voilà. Alsjeblieft, zalm in twee bereidingen, tartaar en gebakken op het vel. Voilà.